Ja, je denkt gewoon dat je doodgaat. In dagboek Corona volgt de Telegraaf een groep Nederlanders midden in de samenleving. Zij proberen er het beste van te maken in deze uitzonderlijke tijden. Dag allemaal, Akwasi Frimpong hier. Skeleton atleet van de 2018 winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. Goedemorgen, Etienne Vreesik. Ik ben kermisexploitant. Mijn naam is Debbie, ik ben 43 jaar, ik woon in Noordwijk. Ook ik zit in thuisisolatie vanwege het coronavirus. Samen met mijn vrouw Erika en mijn tweejarige dochter Ashanti. Hier in Salt Lake City, Utah. Om fit te blijven train ik in huis 6 tot 7 keer per week, tussen de 30 en 60 minuten lang. Mijn gezin die doet graag mee om het leuk te houden. Wow! Vitaliteit is heel belangrijk, gezond eten is heel belangrijk, je wordt er extra bewust van. Boodschappen doen is heel anders nu. Al 2-3 weken zoeken we rijst, toiletpapier, water, baby wipes. We proberen toch een bepaalde routine te houden thuis, zodat we niet gek worden, boeken lezen, spelletjes doen. We proberen er wat van te maken elke dag. Yeah! Dag 22 van mijn quarantaine. Normaal is het hier altijd enorm druk. Iedereen blijft altijd slapen, vriendjes, vriendinnetjes. Ik hou hier etentjes voor vrienden. Maar zoals je ziet, is het hier heel erg stil. Ik heb echt besloten om in mijn eentje quarantaine te gaan zonder mijn kindjes. Wat natuurlijk onwijs vervelend is en rot. Waarom ik in thuis quarantaine ben gegaan is omdat ik een geschiedenis heb, voorgeschiedenis heb met longontstekingen. 2 jaar geleden lag ik nog echt heel erg ziek aan de beademing met een longontsteking, influenza B, in het ziekenhuis. Mijn balletschool die moest dus dicht. Nou, een week geleden of 10 dagen geleden ben ik dus eigenlijk live gegaan. Je gaat eerst mooi rechtop zitten weer. Je schouders zijn weer laag, je buik is weer in. En je hebt 1 hand omhoog en je duim gaat elke vinger een kusje geven en je mag er naar kijken. Mwah. 3, wissel hand. 2, we staan hier voor een groot evenemententerrein. Er zou van de volgende week zou daar de paaskermis opgebouwd worden. En door de corona zit ons bedrijf gewoon nu tot met 1 juni op slot. We zijn eigenlijk een beetje lam geslagen. Ja, we zijn maar met 1000 exploitanten. En daar gaat gewoon een deel het niet van halen, die gaat het niet redden. En ja, kijk, een kermisexploitant word je niet zomaar. Hè? Je kunt niet zomaar een factuur invullen op werk.nl, want het gaat gewoon niet. Kermisexploitant ben je in hart en nieren. Mijn kinderen zitten ook in het bedrijf. Ik ben ouder, ik ben de leerkracht voor ze, ik ben de werkgever voor ze. Maar ook hun kan ik nu geen baangarantie geven. We staan hier in de laatste investering die we van de winter gedaan hebben, een frietkraam. Die zou eigenlijk met Pasen zou die van start gaan. Maar goed, we blijven voorlopig tot na de orde blijft het in de schuur staan. En het is natuurlijk niet alleen de zakelijke klap die we eigenlijk krijgen, maar het is ook gewoon de emotionele klap. De binding die je normaal met klanten hebt, de vrolijkheid, de gezelligheid, de geur van suikerspinnen, de geur van oliebollen, blije gezichtjes van kinderen, wat we gewoon moeten missen. Tja, als het geen coronavirus is, dan maar een aardbeving. Hier in Utah, tijdens ons lockdown op 18 maart jongstleden, hadden we te maken met een aardbeving van 5.7 op de schaal van de Richter. Het gebeurde in de ochtend om 7.09 en mijn vrouw schrok zich dood, sprong uit bed, rende naar de kamer van mijn dochter Shanti, pakte haar, ik rende achter ze aan en we wisten gewoon niet waar we naartoe moesten. We zitten in lockdown, we hebben dit nog nooit meegemaakt, 45 seconden lang het hele huis schudde, het voelde alsof 30 minuten tot een uur lang was. Je kijkt elkaar aan,
Je krijgt zoveel naschokkingen en elke keer denk je van, what's next? Wat gaat er nu gebeuren? Je denkt gewoon echt op het moment dat dat gebeurt, dat dat gewoon je laatste minuten zijn, je laatste uren, je laatste dagen met elkaar. Op dat moment, met zo'n aardbeving, dacht je toch wel dat het 10 keer erger was dan het coronavirus. Want ja, je denkt gewoon dat je doodgaat. Mijn kantoor Vibes, dat ligt hier eigenlijk aan de overkant van mijn huis. Maar ik ben daar dus ook al 3 weken niet geweest. Ik ben dus ook 3 weken niet naar buiten geweest. Dus het wordt de eerste keer dat ik naar buiten ga. Ik ben helemaal enthousiast over. Het is een wandelingetje van nog net geen 30 seconden, mensen. Maar ik heb er heel veel zin in dat ik eindelijk weer eventjes weer een beetje mens kan voelen om naar buiten te gaan. Ik neem jullie mee. Nou, daar gaan we hoor, mensen. Even kijken. Het is echt zo raar om hier weer naar binnen te gaan. Oh, zo heerlijk om hier weer te zijn. Na 3 weken. Wilt u ook graag uw verhaal kwijt in Dagboek Corona? Mail dan de redactie op het e-mailadres series@telegraaf.nl.